Goedendag allemaal, welkom bij deze leuke nieuwe dierenvlog. Ik wil jullie gewoon heel graag heel veel kijkplezier wensen. En vind je deze vlog nou leuk? Zou zeggen, doe vooral een blauw duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. En laat vooral een leuke reactie hieronder achter. En dan reageer ik zeker terug. Ik zou zeggen, dankjewel en geniet ervan. Ga je water drinken, meisje? Wat is het allemaal, lady? Lovely. Meisje. Nee, zeg maar, ik wil lekker water drinken. En wil ik gaan filmen en dan ga je stoppen. Hè? Lovely. Kom dan. Kijk eens. Hé, was je er weer? Dan ga ik filmen en dan ga je stoppen en met spelen en gek doen. Je bent gemeen, kleine. Ah. Ja, je bent gemeen, jij. Tuthola. Ja, je bent lief en je bent ook gemeen. Ja. Hé, wat is er dan? Toch? Ja, rustig. Van deze kant op, kom maar. Ja. Er zit hier al condens op. Hè? Huh? Hoezo? Gaan we hier weer omhoog, dames? Nou. Rustig. Rustig. Kom maar. Goed zo. Kom maar. Ik wou je net filmen, maar toen stond je in één keer achter me. Fijn. Nee, omdat ik nou dus die andere camera niet heb. Dus hij is nou een stuk dichterbij. Hoi. Was jij er ook? Hey, Max. Mooi. Ja, maar hij neemt nu op via mijn microfoontje, dus. Dus dan zou je even iets harder moeten praten anders. Ja. Keurig, Messi, plassen. Ja, kom maar. Mag ik hier filmen, hè? Straks? Eigenlijk niet meer. Daar mag ik niet meer filmen. En dat ga ik dan ook niet meer doen. Het is vandaag, by the way, mensen. Woensdag 7 maart, 14:39. We zijn nu al 20 minuten en bijna 50 seconden aan het lopen. Ja.
En we hebben nog een flinke wandeling voor de boeg. Maar ik ga nu stoppen met filmen, want daar mag ik niet meer filmen. Nou, we lopen nog hoor. Hij ook nog. Ik ook, ja. Ja, kom. Hier naar beneden. Ja, ik mag gaan lopen. Ja. Kom maar. Kom maar, lady, kom. Kom maar. Trek de doos, tut. Trek hem uit. Kijk, eentje. Joehoe. Kom maar. Ja, keurig hoor. Kijk, Ro. Deze zag je laatst ook. Maar nou heb ik ze ook een keertje op de vlog. Er zijn er vier, doe maar. Dat is het. Daar waren we van de rijden. Moet je gaan googlen straks, hè? Ja, nou en daar hebben we handhaving. Joepie! Handhaving staat er mooi op hoor, Ro. Ja, hou ze dan even wel gewoon in de gaten met je kop naar achteren kijken. Daar naartoe kijken. Laat ze rijden, dat is dus wat ik bedoel. Je moet dingen in de gaten gaan houden, Ro. Nou, en we lopen heerlijk op een heel mooi terreintje hier. En het is allemaal duinen. Heerlijk. Dames, kom maar. Kom maar. Dit is een beetje licht bewolkt. Het is een beetje aan het misteren, een heel klein beetje. Je merkt er eigenlijk weinig van, maar... Hoe vind jij het? Top. Wat vind je top? Rust. Lekker, hè? Ruim. Ja? Vrijheid. En hoe vind je het nou met Max? Max gaat prima. Hé. Hey. Huh? Max gaat prima. Ja? Maar Max gaat prima, ja? Met Max gaat het prima, ja. Ja? Lekker lopen. Niet zo trekken meer. Lekker. Ja? Lekker. Max heeft er naar zin. Leuke speeltjes. Vrije natuur. Ja? En Harder praten, Ro. Even denken. Canicrossen, ook leuk. Af en toe, klein beetje. Ja, fietsen. Fietsen, langzaam fietsen. Ja, maar je... Maar... Hoe bedoel je? Ja! Met Max gaat alles goed. Hij is lekker aan het veranderen. Hij trekt al veel minder. En Ro is allemaal lekker met dingen aan het doen. Want als ik zeg tegen Ro van harde praat, doet hij het niet. Dus dan neem ik het maar weer lekker over. En dan gaat hij wel lachen. Maar dat is niet om wat om te lachen. Want ik vind dat voor heel erg irritant. Dus ja. Maar kijk eens naar Max hoe hij eruit ziet, jongens. Even showen. Dat was een paal. Ja, maar jij doet het helemaal. Nou, samen. Nee, jij bent hem aan het opvoeden. Dat klopt. Dus jij doet het. Ja, ik doe het. En jij hebt nog wat tips en begeleiding erin gegeven. Ja, een klein beetje maar ik vind het knap en als je het doet. Dankjewel. Zo, en daar loopt dus een husky. Ik kan dus nou niet inzoomen, maar ik zal hem eventjes draaien, dat ik ook zelf even ga draaien. En daar loopt dus ook een husky, want hij heeft dus altijd... Woensdags de hond en van zijn dochter. Ja. Dat is leuk. En dan kom je nog eens weer wat tegen hier, hè? Ja. En zij heeft zoiets van, ik ga weer graven. Kom maar, dames en heer. Dat was leuk, hè, Max? Met een soortgenootje, hè? Zo vaker, dan kom je ze niet tegen. Nee, zelf dan uit.
Ik had echt zoiets van, huh? Los? Oké, ja dat kan. Kom maar. Ga mee, kleine. Zo, wij zijn dus ergens waar jullie het wel zo meteen kunnen zien. Hou ik ook zo meteen even twee minuten stilte. Nou, ik hoop dat jullie ook eventjes van de rust hebben kunnen genieten. En wij gaan onze weg weer rustig vervolgen. Hè? Heel rustig. We gaan ook even langs de klok. We nemen jullie mee. Dus hier stonden wij dus nou net. We gaan deze voetpad af. Op en dan weer af. We komen daar vandaan. We gaan dit voetpadje weer op en dan ook weer er vanaf. Het is verboden toegang, dus we mogen er niet op. Maar ik kan het jullie wel laten zien. De grote klok. Die elk jaar 4 maart via de tv en hier in Scheveningen. Waar heel veel mensen op afkomen. Om dus de oorlog en te kunnen herdenken. En alle mensen die ons land hebben verdedigd.
En de mensen die zijn omgekomen. En de oud-veteranen. Om die dus allemaal te herdenken. Kijk. Vanaf hier kun je hem ook heel mooi zien. Dames, even wachten. En ja, hij is groot, mensen. Kijk. Hij is groot. Nou, wij gaan onze weg weer vervolgen. En we zien jullie misschien zometeen op het strand te Scheveningen. Niet Schreef, maar Scheveningen. Ja, ja. Hè? Ja. Hoe vond jij het? Indrukwekkend. Ja, toch wel? In één woord. Kreeg je een beetje traantjes? Nee, dat moment niet. Jawel. Ik zag het namelijk aan je. Onderdrukken, maar... Ja, maar dat moet je dus niet doen. Maar je krijgt wel even traantjes. Oké, ik krijg wat emotionele uitlatingen. Hé, goed zo. Nou, ik moet even heel rustig aandoen en met mijn telefoon, want ik heb nog maar 32%. Maar we zijn net eventjes ergens geweest. En waar een vriendin van mij ook hier al vlakbij woont. Het is hier al heel mooi water. Maar ja, het is even hier al geweldig. Mooi. Max die vond het even leuk in het water. Nou gaan we richting het strand. Nee. Ja, zometeen. Zo, we zijn bij zee. En Scheveningen ligt helemaal daar. Ja. Ik ga gewoon zometeen Roderick vragen om lekker te gaan filmen. En dan gaan we dat wel weer samen gaan voegen. Kijk mensen, we zijn bij zee. En hoeveel kilometer hebben we nu al afgelegd? Ik dan nu op dit moment. Even die weg, die weg, die weg, die weg, die weg, die weg. 11,12 en we zijn nu bijna 2,5 uur onderweg, weg, weg. Dus dat gaat helemaal goed mensen. Zee, eindelijk. Lekker een grote zandbak. Oké. Kom maar! Kom! Max, kom maar! Kom! Lady Lovely, kom! Kom mee! Kom maar! Kom! Kom mee! En dan hem weer, soms even gelijk aanlijnen, hoor. Gewoon een beetje doorlopen. Die andere hand, niet schrikken. Zo. Kom, hier, kom hier. Wat ga je dan?
kom maar ook. Kom meelopen. Max, kom. Max, kom. Zitten. Ben je gelijk weer even aan de lijn. Nou, nog heel eventjes. We hebben aardig wat al afgelopen. Kijk, er komt nog een heel mooi golfje aan, mensen. Kijk. Er staat niet eens een zuchtje wind eigenlijk. Niet eens zoveel. Het is een beetje heiig. Bij de Burger King, hè? Ja. Lofri, nee, kijk eens. Lofri, kijk eens. Lofri, kijk. Kijk eens. Oeh, dat is lekker. Wat is er? Haal hem daar even weg als je wil. Lekkere meiden. Ik dacht, ik ben al aan het filmen, maar nee. Helaas, pindakaas. De lady heeft nou net gehad. En Lofie is ook net aan het eten. Bij de Burger King. Hé, lekker hè? Mm-hmm. Ja. Geur ik er niet? Nee? Niet? Oh, wel. Hey Lofie, er ligt daar ook nog een afgeruk. Ja, mag je ook zometeen eten. Dan ga ik filmen en dan ga je stoppen met en met dromen. Daar ligt er ook helemaal iemand uitgeteld. Ja.